Het is eigenlijk een vreselijk verhaal over een dwerg, een kleine man, die niet weet dat hij klein is. En die wordt cadeau gegeven aan een prinses op haar verjaardag, haar 18e verjaardag. It's about a person who is very different. And the people around this person are laughing at him. And he thinks they are laughing at him and smiling at him because he's a nice guy. But he doesn't know that they are mocking him until he realizes it. And he dies because of his also extraordinary loneliness. And he was living in a lie all his life. Ik had ook het korte verhaal gelezen van Oscar Wilde, waar de opera op gebaseerd is. En daar, in dat verhaal zijn allemaal bloemen en dieren die ook tegen de dwerg praten. Dus ik dacht, was ik een beetje op een ander spoor gebracht. En toen dacht ik, ik maak van die dwerg een prachtige vogel. En van alle anderen in het verhaal maak ik varkens. Ik werk met Wojtek Dziedzic, die ook mijn toneelstukken tot nu toe kostuumontwerp voor is geweest. Maar nu is het natuurlijk wel een gelegenheid om echt uit te pakken in een soort hele andere dimensie. En ik volg hem daarin. We hadden een heel mooie schilderij gevonden van Dürer van een vleugel van een vogel met allemaal kleuren erin. Die vleugel die hebben we gebruikt als uitgangspunt voor de vogel. En de varkens, daar heeft hij eigenlijk een hele eigen draai aan gegeven door een soort van hip girls ook te maken. Dat ze bomberjasjes aan hebben en hele heftige make-up krijgen ze van zwarte ogen. En hele mooie laarzen die geïnspireerd zijn ook weer uit de haute couture en zo. Alle beest-elementen zitten in de film. En wat ze dan op het podium aan hebben zijn een soort afgeleide daarvan. Dus dat weer een soort vertaling, modische vertaling. Van bijvoorbeeld een laarsje met twee tenen in plaats van een gewone voet. Wat eigenlijk weer refereert aan de pootjes van de varkens. Ja, ik vind het alleen maar heel erg leuk. Het is gewoon een enorm feest. Echt een mixed media product waarin film, installatiewerk, theater, opera gemixt wordt. En kom kijken en laat jezelf totaal verrassen.